Afgestudeerden van het NATIN, AMTO of vergelijkbare opleidingen van de richting werktuigbouwkunde of elektro-energie kunnen deze maand starten met een post-HBO-opleiding voor zwaar materieel. Surmak, die al bijna 60 jaar in Suriname is, heeft deze opleiding van 4 maanden opgezet om te voldoen aan de grote vraag naar technici die op een deskundige manier met zwaar materieel weten om te gaan. De introductie van de opleiding heeft gisteren plaatsgehad in het Surmak-gebouw aan de Slangenhoutstraat. Tegelijkertijd is ook het Surmak Education Center geopend door minister Robert Penu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Volgens Penu zijn er al soortgelijke opleidingen in ons land, maar die van Surmak onderscheidt zich echter doordat zij de eerste verkorte opleiding is die meteen inspeelt op de praktijk. Volgens Afrielle Cecilson, trainingssupervisor van Surmak Education Center, is deze opleiding een absolute aanrader. Als u geïnteresseerd bent en u wil binnen 4 maanden getraind worden tot direct inzetbare heavy equipment service technician, dan is dit de opleiding voor u. U wordt getraind in safety, in hydraulics, in electric fundamentals, in aandrijfsystemen, in diesel engines en natuurlijk preventief onderhoud. Het is een trainingsinstituut waar niet alleen online trainingen worden verzorgd, maar ook de klassikale, de instructor-led trainingen en de praktijktrainingen. Daarvoor hebben we speciale tools aangeschaft. Er is voldoende ruimte voor elke student om te oefenen onder begeleiding van de trainer. En wanneer u afgestudeerd bent, krijgt u van ons natuurlijk een post-MBO-diploma, erkend door het MINOF. Volgens onderwijsminister Penneu is het de bedoeling deze opleiding op te nemen in het Surinaams onderwijs. Dit zal maken dat het programma gevolgd kan worden door degene met een LTS-diploma of zij die een middelbare technische opleiding niet hebben afgerond. Volgens de bewindsman zal deze post-HBO-opleiding voor zwaar materieel deels ook kunnen bijdragen aan het terugdringen van het drop-out-probleem.